Eva Jinek gooit het roer om met haar dagelijkse talkshow op RTL 4. Haar kijkcijfers staan al geruime tijd onder druk, dus er moest iets gebeuren. Er is nu voor gekozen om haar een vaste sidekick te geven. De keuze is gevallen op Roelof Hemme, de oud-nieuwslezer van RTL die eind vorig jaar aan de kant werd geschoven door Radio 538. Roelof was een jaar lang onderdeel van het team van Frank Deen, maar ze werden abrupt van de radio afgehaald. Sindsdien heeft de presentator besloten om nooit meer te werken voor Talpa, aan wie hij een hekel heeft gekregen. Gelukkig vindt hij nu onderdak bij de grote concurrent RTL. De presentator krijgt een vaste rol in de talkshow van Eva. Vanaf dinsdag wordt Eva dagelijks geflankeerd door Roelof. Vanachter zijn nieuwsdesk zal Roelof duiding en achtergronden geven bij het nieuws met de cijfers en feiten. Daarnaast houdt hij ook de sociale media nauwlettend in de gaten, legt een woordvoerder uit. Eva hoopt dat er maandag extra veel mensen gaan kijken, omdat zij dan een exclusieve afspraak heeft met het zangduo Nick Simon, dat uit elkaar gaat. Maandag vertellen zij eenmalig het hele verhaal over de break-up bij Eva aan tafel. Waarom gaan ze uit elkaar en wat zijn hun soloplannen? Een avond later mikt Eva op de kijkers van de zomerhit BB Vol Liefde. Dan komen Martijn uit Portugal en Hans uit Frankrijk naar de studio in Amsterdam. De grote vraag is, komen ze alleen of nemen ze hun nieuwe liefde mee? De grote vraag is, weet Eva het kijkcijfertijd te keren of blijft ze kampen met lagere kijkcijfers? AD-mediajournalist Marcus den Blanke vreest het laatste. Hij denkt dat de presentatrice schade heeft opgelopen door de rel rond Vandaag en Site. Marcus zegt, ik denk dat er gewoon heel veel mensen zijn afgehaakt bij Jinek door alles wat er in die zomerperiode heeft gespeeld, dus ik denk dat er uiteindelijk minder kijkers voor Jinek gaan zijn. Jinek is vanaf maandag weer elke werkdag om 10 uur 's avonds te zien op RTL 4. Met het gesprek van de dag, achtergronden bij het nieuws en gasten uit de actualiteit. Thank you.
We'll be right back.